dat getal wat ons elke dag wordt voorgeschoteld. Zoveel mensen zijn er overleden. Dat getal is onzinnig. Want je weet het niet. Als je niet gekeken hebt, is het natte vingerwerk, gissen en je zit in de categorie het zal wel. Patholoog Frank van der Goot, bekend van de NPO-serie Doden liegen niet, is duidelijk. 98% van de vaststellingen van de doodsoorzaken in Nederland door artsen is feitelijk een wettelijke verplichting tot meineed. En dat is nogal wat om te zeggen, maar volgens Van der Goot volstrekt legitiem om het zo te stellen, aangezien artsen simpelweg de doodsoorzaak niet kunnen vaststellen aan de buitenkant. Obductie is daarvoor een voorwaarde en dat maakt de cijfers van het CBS, waar jaarlijks zo'n 150.000 doden worden gecategoriseerd, twijfelachtig en ook het aantal coronadoden. Frank van der Goot, welkom in de studio. Jij bent patholoog. Kan je eerst even uitleggen wie je bent en wat nou precies een patholoog is? Nou ja, mijn naam is Frank van der Goot. Ik ben patholoog, zowel klinisch als forensisch patholoog. En ik geef meteen nu aan dat ik hier in de hoedanigheid ben als klinisch patholoog. Dus we laten de forensische kant even buiten beschouwing. Wat doe ik? Ik ben grotendeels bezig met werken met de levende. Alle biopten, kleine stukjes weefsel, een stukje huid, een stukje darm, een stukje van een borst. Alles gaat naar een patholoog. En de patholoog bepaalt of het kanker is of niet, of een ontsteking of niet, et cetera. In feite zijn wij de onzichtbare spil diep in de kelders van het ziekenhuis. Een soort detective zou ik bijna kunnen zeggen. Nou, een soort vraagbaak. De kliniek die ziet alleen maar een tumor. En die weet dan nog niet wat voor een tumor. En dat maakt nogal wat uit voor de behandeling. Of je type A hebt waar chemotherapie moet worden gegeven. Type B hebt waar bestraling moet worden gegeven, et cetera. En dat is in feite de pathologie. Nu zeg jij, en ik heb het in de inleidingen ook genoemd, dat het vaststellen van de doodsoorzaak, zoals dat nu gebeurt door de meeste artsen, een soort wettelijke verplichting tot meineed is. Dat is een stevige uitspraak, maar kun je dat uitleggen? Nou, natuurlijk, bij de pathologie zit onlosmakelijk ook het doen van obductie. Vandaar ook deze hoedanigheid dat ik deze uitspraak kan doen. Want ik werk met deze materie. Het overlijden, ook al heeft iemand natuurlijk bijvoorbeeld een hartafwijking of iemand heeft een bepaalde tumor, maar dat betekent niet dat hij daar ook aan is overleden. En aan de buitenkant kun je dat niet zien. Het enige wat je aan de buitenkant ziet is een overleden iemand. En zelfs de meest voor de hand liggende doodsoorzaken kunnen, als je gaat kijken, volstrekt de andere kant op gaan. Het is heel simpel. Aan de buitenkant kun je de doodsoorzaak niet zien. En in Nederland hebben we het systeem dat je aan de buitenkant, bij de lijkschaal, moet opschrijven wat de doodsoorzaak is. En die formulieren, dat zijn officiële medico-legale formulieren. Dus de schouwend arts weet dat hij niet weet wat het is, maar is wettelijk verplicht om die formulieren in te vullen. Nou, daar is geen ander woord voor. Dat is meineed. Maar goed, de arts kan niet anders. Hè. Die doet naar eer en geweten wat hij moet doen. Maar wordt daarmee eigenlijk in een soort van ethische spagaat gebracht? Het is een spagaat van die allereerste orde. Kijk, nogmaals hoor. En daarom begon ik er al over dat ik wil niet die kant van de misdrijf op, want zo gauw als je over deze materie begint, zit iedereen te mekkeren. Oh jee, dan is het dus moord. Nee, het gaat erom dat je simpelweg de doodsoorzaak niet kan zien. En dan zit je op een gegeven moment van, ja, wat maakt het nou uit? Wat maakt het nou uit of het nou een hartinfarct is of een hersenbloeding? Maar het wordt natuurlijk wel buitengewoon interessant als die doodsoorzaken wel uitmaken. Een longontsteking van bacterie nummer 1... of een longontsteking op basis van tuberculose. Dan is opeens de hele omgeving ermee gemoeid. Nu is het zo dat het CBS een video heeft gemaakt waarin wordt uitgelegd hoe een arts de doodsoorzaak vaststelt of hoort vast te stellen. En daar gaan we even naar kijken. De huisarts heeft zojuist meneer Jansen geschouwd. Hij is thuis overleden na een kort ziekbed. De huisarts moet nu onder andere het doodsoorzakenformulier voor het CBS invullen. Meneer Jansen is 80 jaar geworden en heeft in de loop van de tijd veel ziekte gehad. Zijn overlijden was,
ook gezien de hoge leeftijd, niet onverwacht. In het dossier ziet de huisarts dat meneer Jansen sinds 2 jaar longkanker had. Ondanks behandeling traden er recent uitzaaiingen naar de hersenen op. Hij is overleden onder het beeld van een inklemming gepaardgaande met een ademhalingsinsufficiëntie. In het medisch dossier staat ook een griepprik van een half jaar geleden en de diagnoses COPD en DM2. De patiënt rookte al 40 jaar bijna een pakje sigaretten per dag. Voor het doodsoorzakenformulier is het van groot belang om te kijken naar de causale keten van ziekten die het overlijden hebben bewerkstelligd. Dus welke ziekten met een pathologische samenhang volgden elkaar op in de tijd? In het geval van meneer Jansen heeft de longkanker het traject tot de dood gestart. Hierdoor kreeg de patiënt uitzaaiingen, inklemming van de hersenstam en uiteindelijk werd de respiratoire insufficiëntie hem fataal. Dit is de causale keten. In dit geval vult de huisarts bij de ziekte die rechtstreeks de dood tot gevolg had, de respiratoire insufficiëntie in. De intermitterende doodsoorzaak is de inklemming van de hersenen. Deze vult de huisarts in bij veroorzaakt door of gevolg van, weer met de tijdsduur of datum. De onderliggende doodsoorzaak, oftewel de ziekte waardoor het traject tot de dood begon, vult de huisarts in op de regel daaronder. Dat is in dit geval de longkanker. Daarbij geeft hij aan dat deze is uitgezaaid naar de hersenen. Omdat bekend is dat het om een niet kleincellig longcarcinoom ging, wordt dat ook ingevuld. En dan ook weer de tijdsduur. De huisarts denkt dat de COPD heeft bijgedragen aan de uiteindelijke ademhalingsinsufficiëntie en vult deze in bij de bijkomstige ziekten. En ook weer met de tijdsduur of de datum waarop het begon. De huisarts verwacht niet dat de griepprik of diabetes mellitus type 2 hebben bijgedragen aan het overlijden. Deze vult hij dan ook niet in op het doodsoorzakenformulier. Ja, dat was een lange zit, maar ik vond het interessant en ook heel relevant om te zien. Want dit is dus hoe het CBS propageert dat het behoort te gaan. En ik zie dan dat de ademhalingsinsufficiëntie, of nu al tekort aan zuurstof uiteindelijk, de doodsoorzaak nummer 1 wordt, terwijl de man had ook kanker. En ik vind dat, maar ik heb er geen verstand van, ik zou dat onlogisch vinden. Ik denk, iemand heeft kanker en daar is hij aan overleden. Maar dan is dus de uiteindelijke complicatie, de genadeklap, dat ziet men als de doodsoorzaak. Vind jij dat goed als patholoog? Ik heb hier wel mijn vraagtekens bij, om de eenvoudige reden dat in feite wat hier gebeurt, is dat er een soort kunstmatige, complexe keten wordt neergezet, waarbij de indruk wordt gewekt dat het extreem zorgvuldig is. Het is gewoon longkanker. Punt. Waarom zou het zinnig zijn om bij een man van die leeftijd toch nog obductie te doen? Want daar komen natuurlijk ook kosten bij. Bij deze man zou het wat mij betreft zeer interessant zijn, want hij is behandeld. En dat zijn meestal immuuntherapieën. Dan is het natuurlijk van, wat mij betreft, groot belang dat je dus kijkt welke delen van de tumor, welke cellen, niet vatbaar waren voor de behandeling. Het zijn behandelingen die tienduizenden euro's kosten. Dan is toch wel iemand geïnteresseerd waarom er toch een deel van de tumor erheen gebroken is. Dus jij ziet hier eigenlijk ook puur analytisch voor het kankeronderzoek waardevolle data verloren gaan. Dat is het mooie van obductie. Het is een soort basispunt waarvan er materiaal en informatie naar iedere denkbare onderzoeksgroep zou kunnen gaan. En datzelfde geldt ook voor corona. Er zijn overal in Nederland hapsnap onderzoeken bezig. Er is een onderzoek in Rotterdam, er is een onderzoek in Nijmegen. Er zijn onderzoekers overal in de wereld. En die zitten te springen om materiaal. Nu wil ik terug naar het vaststellen van de doodsoorzaken en het benoemen ook van de hoofdoorzaken. Want we zagen net dat er een soort keten van causaliteiten werd genoemd bij de CBS-video. Maar ook nu met de coronacrisis wordt er natuurlijk veel gespeculeerd over wat nou de echte doodsoorzaak is. En mensen hebben onderliggend lijden, overlijden aan corona. Maar een aantal decennia geleden was er ook een fenomeen. En dat heette HIV en leidde tot het klinische beeld AIDS. En daar komt uiteraard een interessante vraag zo meteen mee naar voren. Maar we gaan kijken naar een fragment van René Klein bij Paul de Leeuw.
Winter sounds are crying like the old man slowly dying, and the only sound the wind that fills the trees. Even colder comes the moon, and though you never seem too soon, sudden stillness as a rainfall starts to freeze. I'm Mr. Blue, I'm here to stay with you, and no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. Oh, Mr. Blue, I'm here to stay with you, and no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. Ja, dat was René Klein die een prachtig liedje zong en kort daarna overleed hij. En hij was een soort icoon, hè, voor de gay scene en een AIDS-dode in Nederland. En wat interessant is, is dat de mensen die aan AIDS overleden in die tijd, ik weet niet of het nu nog steeds zo is, want de overlijdens zijn er amper nog, maar in die tijd was het zo dat de mensen voornamelijk overleden aan een bijkomende complicatie, hè, een longontsteking of een infectieziekte. Ja. Maar ze gingen wel de boeken in als AIDS-doden. Ja. En het merkwaardige is dat als je dan kijkt naar die CBS-video, dat iemand dan overlijdt aan een ademhalingsinsufficiëntie, dan gaat hij dus niet de boeken in aan het onderliggend lijden. Ja. Maar bij AIDS doen ze dat wel. Dan is de ademhalingsinsufficiëntie niet meer relevant. Dan is het onderliggend lijden in feite referent. Het is exact de andere kant op. Exact. Klopt. Maar die inconsequentie, die volg ik niet. Want ik bedoel, als je dan een richting kiest, dan zou je daar aan moeten vasthouden, lijkt me. Ja, dat is correct. HIV-virus leidde destijds tot, leidt nog steeds in grote delen van de wereld tot het zogenaamde AIDS-syndroom. Dat schakelt de weerstand uit en vervolgens kom je te overlijden aan meestal ademhalingsinsufficiëntie door het oplopen van een ontsteking, infectie, etc. Dus in feite zou je dan moeten zeggen, conform dat vorige bericht, ademhalingsinsufficiëntie ten gevolge van een schimmelinfectie met als onderliggend lijden verworven immuundeficiëntie door HIV-virus. Ja, want als ik hem dan helemaal plat sla, en het hou me te goed, ik wil niemand kwetsen. Als je de analogie van het CBS volgt, dan zou er eigenlijk nooit iemand aan AIDS zijn overleden. Dan zou het een soort bijeenkomstigheidje zijn van datgene wat de boel heeft veroorzaakt. En hetzelfde zie je momenteel ook met corona. Er is een apart kopje gemaakt voor coronavirus. En dan komt het centrale punt weer. Waarom ben ik daar wat rechtlijnig in? Om de simpele reden, als je iemand niet hebt onderzocht, kun je die hele cascade niet opschrijven. Want ook iemand met HIV, destijds AIDS, kan nog gewoon op een hele andere manier komen te overlijden. Het is extreem rechtlijnig om te denken dat datgene wat bij jou bekend is ook een rol speelt bij wat er is gebeurd. Maar dat is op een of andere wijze de menselijke geest om datgene wat wij weten mee te overwegen in onze besluitvorming. Hoe kijk jij dan aan tegen de getallen? Hè? Dus er overlijden zo ongeveer 150.000 Nederlanders per jaar aan allerlei ziektebeelden, ook verkeersongelukken. Hoe kijk jij aan tegen de cijfers die daar staan, de categorisering daarvan? Ik krijg er koude rillingen van. Ik weet niet waar het vandaan komt. Ik ken heel veel collega's die ook met een knipoog en een glimlach de formulieren invullen onder het motto zo van, nou, je moet toch wat. En op het moment dat het op papier staat en het wordt opgestuurd, dan is het officieel. En het RIVM die grijpt terug op die officiële cijfers. En dan hoor ik in de politiek weer, ja, het is nu wel heel erg die kant op gaan. Of het is nu weer heel erg die kant op gaan. En dan zie je hoe dat systeem in feite dus een soort database is geworden die een schijnzekerheid geeft omtrent de doodsoorzaken. Daar hebben de coronacijfers is exact hetzelfde helaas. Je hebt mensen die komen te overlijden aan corona. En zelfs in die groep weet je dus niet of het niet ten tijde van het doormaken van het ziekteproces iets anders is geweest. En je hebt een groep mensen die zijn overleden met corona.
En alle overlijdens worden op één grote hoop gegooid en dat zijn de coronadoden. Ik ben dus niet onder de indruk van dat soort cijfers. We leven natuurlijk in een hele complexe situatie. Het land zit nog steeds in een lockdown. We hebben zelfs een avondklok. Allemaal vanwege de dreiging van corona. Nu zijn er natuurlijk mensen overleden. En nu heb ik begrepen van jou dat er nauwelijks of geen obducties worden gedaan op de lichamen. Terwijl daar misschien heel veel informatie is te vinden. Nou, laat ik duidelijk zijn. Er worden natuurlijk in Nederland er worden wel obducties gedaan op coronapatiënten. Maar dat is maar een handjevol. Overal in verschillende delen van Nederland zijn pathologen bezig met allerlei onderzoeken. Maar het grootste deel wordt niet voor obductie aangeboden. Het is natuurlijk jammer. Want wat ik zei, het hoeft niet te betekenen dat ook al heb je corona, dat je daaraan bent overleden. Laat ik duidelijk zijn. We zitten in een pandemie en ik ben niet in de positie om een mening te hebben over of het nou wel goed is wat we allemaal gedaan hebben of niet goed is. Dat laat ik volstrekt in het midden. Maar uitgaande van de pure, keiharde, koude, wetenschappelijke cijfers. Dat getal wat ons elke dag wordt voorgeschoteld. Zoveel mensen zijn er overleden. En het wordt een beetje meer. En het wordt een beetje minder. Dat getal is onzinnig. Want je weet het niet. Als je niet gekeken hebt, is het natte vingerwerk, gissen en je zit in de categorie het zal wel. Frank, tot slot. Hoe zou jij in de toekomst, als het aan jou zou liggen en jij zou het voor het zeggen hebben, dit willen inrichten wat betreft obductie? Ik denk dat de eerste stap, en dat is volledig conform de commissie ADEMA, die heeft een aantal jaren geleden het rapport Lijkschouw in Nederland uitgebracht. Om de zorgverzekering niet meer te laten stoppen bij het overlijden, maar pas te laten stoppen bij de uitvaart. Dan ben je het volledige financieringsverhaal weer kwijt. Het zijn de kosten niet. En dat kan een schat aan informatie opleveren. Twee, ik denk dat het verstandig is als in de opleiding voor geneeskunde het obductiewezen van mijn part in een module gewoon wordt aangeboden aan de studenten. Wat de mogelijkheden zijn en met name wat je de nabestaanden kan bieden. Want je hebt maar één kans en als het lichaam eenmaal in het crematorium is, ben je het kwijt. Als je die twee stappen gedaan hebt, dus punt 1, je hebt de financiering rond. Punt 2, je leidt de jonge dokters op dat het kan en wat de mogelijkheden zijn. Dan ben je al een heel end. En ik denk dat het misschien verstandig is om ook eens een keer uit te dragen aan heel Nederland. Of via een tv-programma of via de media, ik weet niet hoe. Dat obductie normaal is. Je het gewoon kan aanvragen. En met name dat het niks te maken heeft met goed of kwaad, met moord of doodslag. Nou, de aftrap is dan hier gedaan. We hebben in ieder geval jouw boodschap wereldkundig gemaakt via dit YouTube-kanaal. Frank, ontzettend bedankt dat je dit met ons wilde delen. En ik wil jullie ook bedanken voor het kijken. Maar ook attenderen op het volgende. Blackbox gaat YouTube binnenkort verlaten. Daar is al het een en ander over verteld in andere video's. Maar we hebben last van censuur. En dus gaan we een eigen nieuwskanaal beginnen op een eigen server. En daar hebben we geld voor nodig. Ga dus naar de website en steun onze crowdfundactie, zodat we dit soort programma's kunnen blijven maken. Dankjewel Frank en jullie bedankt voor het kijken.